kaal. We zijn vandaag in de sporthal in de haven en Nayade heeft een feestje te vieren, want het C-team is al kampioen en het D-team kan kampioen worden als ze tenminste vandaag winnen of gelijk spelen. Vandaag is het niet alleen een kampioenswedstrijd voor de D'tjes van Nayade, maar het is ook nog een stadsderby, want ze spelen tegen Havas. Havas kan geen kampioen worden, Nayade dus wel. Hoe kijk je terug op die eerste helft? Ik ben nog van ons te boven, zeg maar. Ik vond het heel erg spannend. En in de eerste helft had ik eigenlijk niet verwacht dat we het uiteindelijk toch wel goed zouden winnen, zeg maar. Ja, want op een bepaald moment was het zelfs 7-6, hè? Ja, en toen ging het kielen. En toen hadden de spelers een beetje zoiets van waar moeten we heen en waar moeten we het zoeken. Dus ja. Wat kun je dan als coach nou sturen? We roepen veel langs de lijn, maar ze moeten het ook voornamelijk zelf doen. De grote lijnen kun je een beetje sturen. En dan met name in de verdediging, zeg maar, dat ze beter moeten gaan verdedigen. En niet te veel van de cirkel afstappen. En dat soort dingen roep je dan. Maar op zich moeten ze wel zelf, ze horen het ook vaak niet. Nee, dan zijn ze wel met het spel bezig en dan horen ze het ook gewoon niet wat je roept. Dan kom je de kleedkamers uit met 12-8, dat is toch een aardige voorsprong? Het is een aardige voorsprong, maar we hebben wel tegen ze gezegd in de kleedkamer van we staan voor. Maar zorg wel dat het zo blijft. Als jullie met je kopjes gaan laten hangen, dan kan het ook wel eens een andere stand gaan worden. En we hebben ook gevraagd aan de kinderen wat ze willen. Gaan we voor de winst? Hè, zodat je op een gegeven moment echt je sterkste team erin zet. Of wil iedereen spelen? Iedereen riep volmondig, nee hoor, we gaan voor de winst. Dus wij zijn begonnen met de iets mindere erin te zetten en uiteindelijk te eindigen met het sterkste team. En ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben. Maar 2011 mag je heel tevreden over zijn, toch? Zeker weten, we zijn hartstikke tevreden. Dus kampioenschap is mooi en daar zijn we blij mee. We gaan nu lekker taart eten. Kampioenen, kampioenen. Had je verwacht dat jullie kampioen zouden worden? Ja. Ja? Ja, had je wel gedaan? Ja. Waarom dan? Nou, omdat we een heel goed team samen zijn. Ik dacht gewoon dat we kampioen gingen worden. Het is gewoon een toffe wedstrijd geweest. Veel gescoord ook. En het is gewoon heel erg leuk. Ja, jullie moesten tegen Havas. Had je van tevoren bedacht dat je dat zou winnen? Of denk je van dat wordt toch een moeilijke pot? Nou, we hadden van tevoren geweten, want we hebben op de site gekeken. En de vorige wedstrijd hadden ze met 15-3 verloren. Dus we hadden eigenlijk al verwacht dat we zouden winnen. Na deze spannende wedstrijd van de D-junioren gaan we zo meteen kijken naar de C-junioren. Zij zijn al kampioen en ze spelen tegen Lotus, maar dit is eigenlijk meer voor de lol. Wat wordt het voor een wedstrijd? Nou, ik ken Lotus eigenlijk nog niet zo goed, dus ik heb geen idee, want ze spelen natuurlijk in een andere klas. We hebben dit jaar nog niet tegen ze gespeeld, omdat het een kruiswedstrijd is, dus een ingelaste wedstrijd van de bond. Dus ja, dan weet je nooit helemaal wat je tegenstander is, maar ik heb goede hoop vandaag weer. Wij hebben ze in deze pool nog niet gehad, dus ik weet niet of zij vooruit zijn gegaan. En voor de rest zien we het wel. Maar het is niet erg spannend meer, toch? Nee, want we zijn nu toch al kampioen. We hebben een heel leuk team neergezet. Kinderen hebben ontzettend gebouwd met elkaar. Het is echt we hebben echt ontzettend veel plezier naar alle wedstrijden zitten kijken. En het is heel erg leuk geweest om deze kinderen met elkaar te begeleiden. Jullie zijn uit een hogere competitie gekomen. Leg dat eens uit. Ja, ze hebben ons begin van het veldseizoen hebben ze ons ingedeeld in de hoogste categorie. Dat was gewoon op dat moment echt nog te hoog gegrepen. Daar zijn we toen ene laatste geëindigd en vervolgens teruggezet naar de CA. Daar zijn ze derde in geworden. Uiteindelijk en door de bond wel nog één pool lager gezet, waardoor we nu het kampioenschap kunnen pakken. Maar ook een CA en dan een derde plaats, ben ik erg tevreden mee. Kampioen! Yeah! Almere lokaal.